Ja, dat is jammer natuurlijk. Het zou geweldig zijn als ze zou kiezen voor mij. Ja. Ja. Ja, maar welk schilderij krijgt de ja? Het moderne werk van Marien Sivikov? Of het romantische werk van Peter Smit? Of wordt het het kleurrijke werk van Solko Schan? Je kan wel zeggen dat dit het misschien wel belangrijkste moment is van deze bijeenkomst. Monique, ben je eruit gekomen? Met moeite. Met moeite. Met moeite. Welk schilderij is het om te beginnen niet geworden? Ik haat dit om te doen. Ik vind het zo vreselijk. Ik begin met Solko. Wat ik echt een prachtig schilderij vind. Heel erg mooi qua kleur en vlakverdeling. Maar ik ben het niet. Op de een of andere manier kan ik mijzelf niet in haar vinden. En dan Marie. Ongelooflijk gewaagd, zou ik maar zeggen. Bij jou kijk ik veel minder naar mezelf. Dat is ook niet de bedoeling, want ik ben er niet echt mooi op, vind ik. Maar? Maar? Ja. Ja, ik vind het prachtig. Nou, geweldig. Toen we het gingen schilderen in Tuschinski. Toen zag ik aan de intensiteit waarmee Peter schilderde. Dat daar iets heel dicht van mij uit zou komen. En dat is het ook geworden. Jullie zijn het niet geworden. Hoe voelt dat? Ja, ik weet niet. Ik vind het nog een hartstikke leuk schilderij. Ja, dus ik ben er hartstikke blij mee. Dus het is toch een kwestie van smaak. Ja. Ja. Marie? Ja, kan er maar één van de drie gekozen worden. Dus, Nou jongens, dat het maar een heel mooi leven bij Monique thuis mag gaan leiden. Monique van der Ven heeft haar keuze bepaald. Een van de drie schilderijen neemt zij mee naar huis. Dat betekent natuurlijk niet dat die andere twee worden weggegooid. Nee, die worden geveild voor een goed doel. En als u daar het fijne van wil weten, moet u even op onze website kijken. Wilt u de portretten live bewonderen? Kom dan naar de Sterren op het Doek tentoonstelling. Wilt u er zelf een bezitten? Breng dan een bod uit tijdens de speciale veiling die het instituut Collectie Nederland organiseert. Kijk voor meer informatie op www.omroepmax.nl. Bij de Bank Giro Loterij maakt u wekelijks kans op vele prijzen. En maandelijks op prijzen die kunnen oplopen tot 500.000 euro. Of zelfs een miljoen. Alle winnende rekeningnummers van deze week kunt u vinden op teletekstpagina 552 of op onze internetsite. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij.